nu gepraat over. Mm-hmm. Het zou fijn zo om te zien zo. Zo maakt je meer energie weg dan 1 uur wandelen. Ja. Dat heb ik veel beseft. Mm-hmm. Misschien word je die vuil, maar is die gewoon chill. Ja. Maar ja, dat is hier gras, hè. Dat is niet echt dat modder of zo is. Hè. Dat is vuil die je kunt afvegen. Flokkie! Nee. Als je laat dat niet doen, man. Die leert hij dat wel. Het is elkaar trainen ook een beetje. Ja, ja, maar... Als ik dat ook zeg, dan weet hij ook van... Ja, dan dat is dat twee niet... keer goed. Ja. Ja. Daarom heb je gelijk pasje. Dan is dat twee keer goed, maar niet van schrik schreeuwen. Nee, van dat is dat gewoon van... Die wil bij iedereen altijd de baas spelen. Bij dingen, bij Ummer, bij iedereen. Maar goed, het is nu al pasje al. Vier, hè? Vier al. Speel, hè, Floki. En heeft hij zo met honden gespeeld? Nee, dat is de eerste keer, joh. Die gaat niet echt met honden om, hè. Ja, want dat is geen normale hond. Nee. Die voelt dat zo. Want al die andere honden, dat is zo buien, die heeft direct schrik. Die ziet dat zo. Die kijkt vies. Mm-hmm. Pas je kalm en ga eens kijken. Mm-hmm. Ja. Kijk, die gaat fijn op ruig. Dat wel, hè. Die speelt, Floki speelt wel veel meer dan toen Masco toen in die tijd. Dat was niet echt spelen. Ja, Masco was anders ingesteld. Ja. Vechten, wat gaat die tegen ooit rond? Ja. Maar ja, de laatste keer toen die ook al oud was, toen was ruzie. Hè. Wat ging daar niet meer samen? Floki, hier! Ja, maar dat is zo maat. Om mannen met mannen te kunnen laten spelen, die moeten allebei getraind zijn. Ja, man. En allebei fatsoenlijk, zonder zo'n baas willen zijn. Ja. Die hond heeft de fijnste dag vandaag, echt in zijn eigen wereld, ja. Dierenwereld zo. Mm-hmm. Pas ja. Die is de leraar aan het vechten nu, bitch. Ja.